Dit was de laatste keer. Het lijkt allemaal over te zijn. 1984, het laatste concert van Doe Maar. Dit was de laatste keer. Wenende meisjes lieten weten dat ze het niet konden geloven dat Doe Maar niet meer bestaat. Oh, de allerlaatste keer. Wat kun je er nog van herinneren? Ja, heel veel wel hoor, jij. Ja? Ja, wat dan? Terug in de bus. Huilen. Huilen? Huilen in de bus. Ja, dat weet ik nog wel hoor. De behoefte aan bevrijding zit erachter, geloof ik. Bij mij tenminste. En we hadden allemaal op hetzelfde moment het idee van... Hé, laten we ermee ophouden. De allerlaatste keer. Ik denk wel dat iedereen op dat moment, toen we de stekker eruit trokken, dat iedereen wel opgelucht was. En het moment dat ze uit elkaar gingen, ik weet het ook nog, heel erg huilen, janken en alleen maar in het t-shirt slapen van Doe Maar, mocht niet gewassen worden. Ja, dat was heel erg leuk. In zekere zin is het ook jammer. Ik bedoel, zo'n bandje krijg je natuurlijk nooit meer bij elkaar. Maar dan is het 2008 en de mannen van Doe Maar beklimmen toch weer het podium. Sterker nog, ze zouden zelfs met een nieuwe cd komen. We staan echt scherp. We hebben een tijd gerepeteerd en dat gebeurt in donkere repetitielokalen. En we kenden de liedjes natuurlijk al, maar toch, je moet dan weer keihard werken om dat allemaal goed te krijgen. En we zijn nu echt klaar om het podium op te gaan. Ik heb ook heel veel zin in. Muziekjournalist Jan van der Plas was een van de mensen die Doe Maar aan het werk zag bij de try-outs, voorafgaand aan het concert van vanavond. En zag hoe de band het deed. Die jongens die zijn tot op de dag van vandaag zijn ze gewoon actief. Dus je hebt geen moment het idee dat je naar oude mannen staat te kijken die hun kunstje nog een beetje uitoefenen. Zij kunnen het echt. Maar voor mensen die van die muziek houden, alles komt voorbij. Alles, alle dingen waar wij van houden en die ons veel gebracht hebben, veel plezier, die komen voorbij. En we hebben er ontzettend veel plezier in. Dus ze kunnen een lang, energiek concert verwachten. Energiek, hè? Ja, we doen het zo dat de rollators net niet in beeld zijn. Dus, hè, toch? Die zie je toch niet, of wel? Als je de deur achter je dicht wilt doen? Ja. Rick is behalve fan ook verwoed verzamelaar van alles wat met Doe Maar te maken heeft. Hij heeft er zelfs een speciaal kamertje voor. Ja, dit is het. Hoe ben je aan al deze spullen gekomen? Nou ja, via marktplaats en tweedehands winkels en nieuw. Nieuw, ja? Ook, jawel. Waar ben je het meest zuinig op? Ja, die vraag was ik al bang voor. Geen flauw idee. Oh. Nee, weet ik niet eigenlijk. Ik ga niet meer zeggen dat het de laatste keer zou zijn. Denk, echt waar, ik ga zeker nog zo vaak als het mogelijk is. Maar super, hè? Ja. Super genoten, echt waar. Echt, ik ga meegaan. Dus Ernst, Kenny, Jan en Jan. Super, dat jullie het zien. Geweldig. Heel top. Hey, ook sentiment. Nou ja, en de kinderen, hè? Ja. Die heb ik nu mee. Ja, echt? Ja, een nieuwe generatie. En vinden ze het ook leuk? Nou, maar gaan we vragen. Wij spraken net jouw moeder. Ja. Ja. Ik zou best kennen. Ze heeft jou meegenomen, zegt ze. Ja, dat klopt. Ja? Ja. En hoe is dat? Ja, dat is fijn, hè? Is dat fijn? Ja, dat is heel fijn. Ja? Ja. Je vindt het ook wel leuk? Ja, tuurlijk. Ja? Nou, anders zou ik niet meegaan. Mijn eerste concert was 10. En hij is nu 10, zijn eerste Doe Maar concert. 24 jaar zo ongeveer weg geweest. Nu mannen van rond de 60. Hoe klinkt dat vergeleken met vroeger? Beter. Wij vinden het ook beter. Ja. Spelen beter. Spelen echt beter. Ja? Ja. Hoe komt dat zo, denk je? Nou, we zijn 25 jaar verder. En iedereen van ons heeft altijd toch muziek blijven maken. Dus, en alles doet het nog. En alles doet het nog. Ook niet geheel onbelangrijk.
De bassen zijn wat lichter geworden. Dat... Van die reunieplaats zijn er toch ook wel zo'n 200.000 verkocht. Ja. Dus dat is, ja, dat zijn wel enorme aantallen. Want zij staan 24 jaar na dato, staan ze nog op de 11e plaats van meest gedraaide platen. Is dat een goede notering? Ja, dan ben je echt een van de meest gedraaide acts op de Nederlandse radio. En vorig jaar was helemaal geen Doe Maar jaar, zeg maar. En zelfs dan zijn ze nog zo vaak gedraaid. De Doe Maar gekte uit de jaren 80 is trouwens niet weg. Rick heeft namelijk nog een speciale plek voor Doe Maar spullen. Ja, als je binnenkomt, dan hoor je de muziek. Ja. Waar komt dat uit? Heb je speakers in laten bouwen in je wc? Nee. Ah, kijk. Maar dan verder. Hier ligt alles. Ja. Hier hangen allemaal singeltjes. Ja. Oude LP's, bandjes, boeken. Je hebt nog geen wc-papier van Doe Maar. Nee, dat bestaat niet van. Oh, dat bestaat niet. Nou, weet je, eigenlijk in elk land ziet is dat er één band altijd bovenuit springt. In Engeland waren dat de Beatles. Doe Maar is onze Beatles. De groep die op een gegeven moment een gevoelige snaar geraakt heeft op een manier die veel meer effect had dan al die andere bandjes. En ja, een levende legende wordt. En elke keer als ze weer opnieuw bij elkaar komen, of net zoals bij de Beatles, als er weer eens oud materiaal in een nieuwe versie uitkomt, ja, dan staat iedereen weer in vuur en vlam. En dan nog één vraag. Begint het concert vanavond? Nog heel speciaal? Ja. Nou, ik wil eigenlijk alleen beginnen als je het goed vindt. Dan begin ik met... Ik ben twee eenzame cowboys. Dat is het begin. Nee. Aanstaande zaterdag geeft Doe Maar haar tweede en voorlopig laatste concert.